Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Hey, kijk eens wat ik allemaal nog gisteravond gedaan heb. Ja, dat is mooi hè. Hier moet je niet kijken, daar was de verf op. Ja, dat is een beetje jammer hè. Ik denk, ik probeer gauw die binnenkant met zwart te spuiten. Kun je misschien een motorblokje inleggen vandaag, maar ja, helaas. Zover was ik toch net niet meer gekomen. Maar dan mag de pret niet drukken. Ik heb nog meer gedaan. Kijk, daar bijvoorbeeld. Alle draagarmjes gespoten. Velletjes zijn gespoten. Liggen daar aan de zijkant. Hè. Eerst de gelast hadden. Zo, ik daar. Een beetje uit de loop gelegd. Daar zo. Maar je moet er nog een keer omgedraaid worden. En aan de andere kant nog een keer gespoten worden. Maar dan kunnen we vandaag eindelijk eens beginnen met een beetje opbouwen. Daar heb ik al het een en ander voor klaargelegd. Kijk, hier liggen allemaal losse onderdeeltjes. En die gaan we er vandaag allemaal opzetten. Ja, en als het goed is, hebben we morgen weer zwarte verf. En dan kunnen we in één keer alles zwart spuiten. Yes, very nice. Ja, ik was nu bezig met het maken van een boormalletje. Ja, kijk, daar liggen een aantal van die steunrollers. Helaas hadden we er één die miste. Heb ik daar twee wieltjes van dezelfde diameter die heb ik besteld. Die liggen er al op de lasttafel. Daar moeten we een ander steunrollertje voor gaan maken. Maar ja, dat komt wel goed. Kijk wat ik hier heb. De ISM, het boormalletje. Ja, het is eigenlijk een stuk van het oude voertuig. Ja, en het gatenpatroontje wat hier zit, dat is namelijk voor die steunroller. Kijk, daar zit dit gevalletje zit daar opgeschroefd. Zo. Aan de buitenkant. Daar zo. En daar zitten dan die steunrollertjes op. Nou, deze steuntjes gaan we natuurlijk gewoon terugschroeven. Maar dan moeten we wel even wat gaten boren in het onderstel. Nu kunnen we nog heel goed bij, want die draagarmen zitten nog niet in de weg. Dus ik wil eerst die gaten gaan boren en daarna gaan we beginnen met het assembleren. De O-ringen zijn ondertussen ook binnen hè, voor de draagarmpjes. Dus dat kan gewoon allemaal erop. Ja, dan is dat nog niet in de zwarte verf gezet, maar dat maakt niet uit. We kunnen het ook zwart spuiten als het in elkaar staat. Dus misschien nog wel makkelijker zelfs. Laten we even controleren wat die afstand moet zijn. Ik heb nog een stuk onderstel liggen daar. Hier! Kijk, daar zit hij nog. Ik weet niet. Oh, wacht, dat is de voorkant. Dan is dat. Hey. Oh, daar zit hij net voor het achterste asje dus. 16,5 centimeter voor het achterste asje. Oké, kunnen we ook hier nog even checken? Ja. Oh, natuurlijk ja. We hadden dat voorste stuk, dat hadden we bij die differentieel eraan laten zitten. Omdat we helemaal in het begin nog dachten dat we dat stuk opnieuw gingen gebruiken. Totdat we daar al de peperkoek zagen. En dat is eigenlijk wel bijzonder. Want op dat moment was Sinterklaas nog niet in het land, maar de peperkoek al wel. Hey, hier zo. Ja, dit is gewoon hetzelfde. Kijk, 16,5. Ik weet ook niet hoe spits dat komt. Maar ik kijk even op de foto. Oh. Vreed accident. Ziet eruit als een follow-in. Oké, laten we even kijken. Staat hij daar in de pad met zijn blije bakjes. Oh. Oh, een hoop ellende was het toch eigenlijk, hè? Oké, nou ja, goed. Hij zit dus inderdaad gewoon net voor het achterstasje. Oké, ik weet genoeg. Laten we die gaten gaan maken. Dan moeten we even haaks maken aan de bovenkant. Ik heb hem natuurlijk heel mooi langs het spatbordrandje afgeslepen. Alleen, het ding is, de spatbord dat loopt scheef. Dus dan, als ik die steun aan deze kant erop zet, dan komt die lager te zitten dan wanneer ik hem aan die kant erop zet. Dus gaan we dit gewoon haaks afzagen. En dan moet hij hier in het bovenste hoekje moet hij dan tegen het spatbord aanleggen. En dan, kijk, dan kunnen we dit vervolgens gebruiken om die gaten door te boren. Dat is natuurlijk veel makkelijker. Hè? Je kunt alles, al die gaten gaan proberen uit te meten. Maar dan heb je natuurlijk een grote kans dat er dadelijk weer één gat net niet mooi recht is. En dat het dan weer niet past. En dan is het janken. En dan kunnen we niet schroeven. Kijk. Daar hou ik niet van. Schroeven is goed, janken is niet goed. Kijk, deze gaat een beetje opgeboord. Ik heb hier namelijk een centerpunt van 10. Ja, dat is een goeie. Ik had een tijd geleden had ik een boel centerpunten bij besteld. En toen zag ik dat er allemaal verschillende diameters van waren. En ik denk, hoe zit dat nou toch?
En toen had ik er dus een aantal verschillende diameters besteld. En toen kwam ik er dus achter. Je kunt dus centerpunten bestellen die inderdaad, ja, aan, hier aan de, dat dikke stuk, daar zo. Dat past dan heel erg goed in een gat van 10. En dan centreert hij daar heel mooi in, zie je. Dat is handig als je een boormalletje hebt. Een gatenpatroon over wil nemen. Als je dan de goede diameter centerpunt bestelt, dan, ja, dan is het een feestje. Oké, goed. Laat ik deze randjes eraf slijpen en dit haaks. En dan kunnen we die gaten gaan boren. Oh nee, oh, mijn nieuwe spuitwerk naar de ballen. Oké, komt er wat. Ja, nou, op. Vertoring. Volgens mij heeft Leon alle accu's mee. Hij is vol deze. Ah. Goed. Nee. Zo. Hopsa. Even de dingetje een beetje verhakiseren, want anders is het niet oké. Zo. Zo. Dat is goed. Ja, ja, jammer dit, hè. Had het gaten natuurlijk ook gewoon mee kunnen laten snijden, maar ja, dat is altijd. Als je iets grappig flat maakt, dan vergeet je die kleine dingetjes. Maar goed, we gaan ze nu boren voordat we dit gaan assembleren, want anders dan kunnen we er dadelijk echt slecht bij met de boormachine. Dan wordt het ook niet leuker. Een 16,5 er vanaf. Oh, een rode stift, dat zou goed werken op dit. Niet echt natuurlijk. Ah, we zien hem. Dat moet hem ongeveer zijn, hè? 16,5. 11,25. Zo. Hij zo moet hem daarboven er tegenaan zetten. En dan moet deze met haak zijn. Ja. En dan zo vastzetten. Hij schuift gelijk. Het veert allemaal zo, die plaat. Dan toch echt eventjes een beetje vastzetten. Niet zo goed voor mijn verf. Het veert allemaal nog wel als een malle. Weet je wat ik ook kan doen? Ik wil een boord 10 pakken en nou daar even een boordpuntje in zetten. Zit er best wel beweging in het plaatje, maar even op slipkoppeling zetten. Zijn ze allemaal gecentreerd, dan kunnen we ze er doorheen boren. Yes. Zo. Zo. Scherp kantjes eraf. Ja man, rare Engelse maten. Weet je wat wel leuk is? Metrisch. Zo, hier. Dat begrijp ik tenminste. Schroeft toch gewoon meteen veel fijner dit joh. Of gaan we nog even geen... Gaan we meteen definitiever opzetten? Ja, je kan dingen gewoon op. Hoeft er eigenlijk niet meer af. Dan gewoon vastschroeven dan. Ja toch? Hup. Ja, dat past hè. Kijk, hier. Ja. Dan het laatste ook, past die ook. Och, god. Perfect zo. Nou, hé. Hey.
Toch mooi. Ziezo. Zo. Zo. Fijn dat dit een wat dikkere plaat is, want dan hoef je hier niet zo'n extra ribbetje in te zetten zoals het bij het originele ding wel was. Yes. Maar nog drie. En zo de hele muur. Oh, ik denk waarom ik al de dingen niet af, maar er zit nog een boutje in. Oh, een beetje jammer. Bij het eerste gat wat we boorden liep ons boormalletje opzij. Dus we moeten er even eentje een beetje uitfrezen. Oh, ik denk ik gooi hem daar maar neer. Zo. Kijk, de andere zijn wel goed. Zo, even kijken. Pas op, Ivo, je hebt geen bril, dus ik zou even afstand houden. Ja, ja. Hé, hey, we hebben deze nog niet gesoevereind. Dat klopt. Nou, dat hebben we dan vergeten nu. Laten we eerst maar eens kijken of het ding past. Nou, ik moet hier toch nog af. Als hij nou niet past, en we moeten hem nog verder uitfrezen, dan ga ik ze soevereinen. Goed, afgesproken. Ze passen gewoon allemaal. Ie, wat een feestje. Nou, goed zo. Vastschroeven. Ja, dat viel wel mee. Gaat ervoor. Het is toch weer gewoon zo gedaan, hè. Wel leuk werk is dus dadelijk die draagramen erop zetten. Daar heb ik zin in. Nou, die zitten erop. Schroef gewoon het blokje om. Schroef alleen het blokje los. Schroef toch wel die steun op je kop erop. Ja, dat gaan we gewoon even zo oplossen hoor. Even de blok laten zo doen. Ik moet deze even zo doen. Oh, oh. Oh, gelukkig. Zo. Kijk. Nu moet ik gelijk even anders onderin. En dan moeten we daar nog wel eventjes goed grondverven daar. Want het zit niet overal grondverf, zie ik wel. Maar dat treft, want de draagarmpjes zijn ook nog een paar hoekjes en kantjes niet helemaal goed van. Dus dadelijk doen we nog even grondverf in de spuit. En dan blazen we hier ook nog even een keertje overheen. Oh, kunnen we de draagarmpjes erin gaan zetten, hè?
Lakwandje eraf. En hier hebben we nieuwe ringetjes voor ook. Ja, een glijlager. Even de troep eruit. Dan kan, zetten we een nieuwe o-ring erop. En dan kan het ding dadelijk mooi in elkaar. Zo, wat is dat voor dikke pekkige zooi, zeg. Ja, dit is niet de beste torsiveer die hierbij zit. De anderen die zaten allemaal mooi in de textiel. Die hebben eigenlijk niet veel geleden. Maar voor deze was het op een of andere manier helemaal afgesprongen. We gaan hem niet opnieuw in verf zetten of zo. We gaan hem gewoon insoepen met vet. En dan denk ik dat er ook niet zoveel mee gebeurt. Zo. Gewoon conserveren met vet. Vet. Deze behandeling die had hij echt al jaren geleden gewild. Ja. Even kijken naar de draairichting. Er stonden pijltjes op. Ah, hier. Zo. Zo, 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 zo. Dan moet hij. Zo, dan moet die punt naar daar. Dan moet het kloppen als het goed is. Zodat ik die draagraampjes erin ga zetten, dat ik toch maar even andere handschoenen aandoe. Zet er gewoon een dikke saus van het vet op. Dat kan sowieso geen kwaad. Huppatee. Overal waar dat blanke staal zichtbaar is, moet gewoon vet zitten. Dan blijft dat ding wel goed. Ziezo. Goeie. Nou, nu de o-ringen erop. Oh. Klopt. Hoi. Goed. Plop. Ah, oh, deze zijn echt wel precies hetzelfde hoor. Zo. Heel goed. Nou, die bouten eruit. Oh, niet kwijtmaken. Ik ben blij dat we zo zuinig zijn geweest met de bouten. Want het is dus allemaal van die Engelse draad, hè? Ja, dit zijn de boutjes voor de draagarmen. Of moet ik zeggen, die trokkenarmen. Hè? Ja, er zitten borgdraadjes door. Tenminste, zaten er door. Er zit alleen nog een stukje precies door de kop, natuurlijk. Ja, laten we het even kijken of we deze kunnen uitboren. Want ik wil deze eigenlijk wel gewoon opnieuw gebruiken. Ook weer omdat het natuurlijk van die Engelse draad is. Oké, dan kies je al een ander gat. Hij wilde net niet centreren. Die? Nee, ook niet. Deze dan. Het is volgens mij ook behoorlijk hard. Oké, de score is, we hebben één bout uitgeboord, één boor afgebroken en die andere wil er ook niet heel graag uit. Het lijkt wel dat die boordraad hierin zit behoorlijk hard spul is. Hij ligt er allemaal op te kraken en te knabbelen en moeilijk te doen. Ik denk dat we dadelijk een heleboel boren hebben gebroken en nog steeds die gaten niet erin hebben. En aangezien het ding echt wel rapper de flap af moet zijn, gaan we het anders oplossen. We gaan er gewoon borgeringen onder leggen en dan blijft het ook vast wel zitten. Ja, deze ringetjes wel even eraf natuurlijk als we hier andere ringetjes onder willen leggen. Lijkt wel, dat is echt een afdichtingje.
Dat hebben ze natuurlijk gedaan omdat dit buiten gewoon aan de buitenkant van het voertuig zitten. Daar zit geen kapje meer op of zo. Maar goed, dan schilderen we gewoon dicht en dan is dat wel goed toch. Ja, dat klopt. Dat zijn geen borgringen. Dat zijn M14 sluitringen. Dus dan hebben we voor een maat M14. Jongen zeg. Het is natuurlijk ook geen M14. M14 is al belachelijk natuurlijk. Je hebt altijd eigenlijk van M12 naar M16. En M14 sla je voor het gemak eigenlijk altijd maar over. Ik heb hem, om compleet te zijn, toch ook de M14 moeren en bouten en zo in mijn rek wel aangevuld. Maar het zijn eigenlijk bouten die bijna nooit voorkomen. Ja, en dan zijn het ook nog Engelsen. En daar had ik natuurlijk geen borgringen voor liggen. Dat feest ging dan weer niet door. Dus dan maar zonder borgringen ertussen. En dan hopen dat het gewoon niet losloopt. Hè? Gewoon goed aantrekken. Yep. Even een andere O-ring erop. Plop. Ja, hier is vocht in gekomen. Zie je dat? Dat ziet er niet zo fris uit meer daar. Laten we een stukje schuren pakken en dat opschuren. Jip. Ja. Of moeten we gewoon een beetje oppoetsen. Plop. Nieuw. Dat is een beetje de vraag hoe. Hoe stijl moest die, hè? Corsiveren kan je stellen door zijn tankje te versteken. Dit is te laag, denk ik. Ja. Die zaten hoger, denk ik. Eén tandje hoger. Ja, denk het wel, ja. Zit je op dezelfde plek? Dat moet hem zijn, denk ik. Denk je niet? Ja. Ja, moet wel, toch? Ik heb het gevoel dat hij nog iets verder naar beneden moet. Die iets schuiner naar de onderkant. Ja, dat kan hoor. Ik zal zelf die eindblok opzetten. Hij veert straks ook nog een beetje in als hij erop zit, natuurlijk. Inderdaad. Zo. Dan de andere arm erop. Het is toevallig ook die. Een beetje vet voor de montage erop. Niet te veel, want dan blijft het eigenlijk allemaal aan die rand hangen. Dat is niet handig, want dan moet de boel ook nog een keer spuiten natuurlijk. Dus ik wil ook geen overtollig vet hebben daar. En dit kan allemaal straks nagesmeerd worden met die vetnippels. Dus. Blijf eens even staan op de plek waar je staat. Denk daar zo. Ja. Dacht ik zo. Ziet eruit alsof ze gelijk aan elkaar hangen in ieder geval. Ja. Yes. Dat is goed. Ja, ik ben benieuwd. Ik weet niet of die hoek echt goed is. Maar ik denk als die steiler is, dan wordt die echt veel te steil, denk ik. Nou, dat zit vast. Ha! Ja, eigenlijk moesten we natuurlijk nou ook een Engelse maat sleutel gebruiken, maar ja, die heb ik niet. En deze doet het ook wel, het is goed. Dat is leuk hè, opbouwen is leukst dat het is. Dat is mooi werk. Dan zie je in één keer echt vooruitgang hè. Het gaat ook snel. Zo, vetje voor de montage. Oh, denk om de lak!
Even kijken. Als hij nou een tandje verder zit, hoe die dan zit. Ja, dat kan niet. Hij kan echt dan komt hij echt zo. Even kijken. Even een beetje erin MC'en. Hallo, waarom ga jij niet verder? Te bukken en dan. Oké. Dat komt er niet uit. Hij pakt nog geen draad. Ik denk die er een beetje verder op kloppen. Ja, nu wel. Waarom doe jij dat? Nou, verder kan hij niet. Ah, dat lijkt er meer op. Ja, daar is hem. Even kloppen. Hier zit. Boutje erin. Zo. Zo. Nou, dat is snel gedaan, hè. Dan ruim je ze weer op. Ja, nou kunnen we deze dingen ook allemaal op gaan zetten. Die slagbegrenzers en zo. Eén dat je verkeerd hebben ingesteld. Ja, die staat te laag. Oh. Nou, dat is niet erg. Die kunnen we zo afschroeven. Kijk, want daar steunt hij ook nauwelijks op. Mensen trouwens afvragen waarom hier folie zit, dat is zodat de vocht van de stuk niet in de MDF trekt. En de duct tape, dat is zodat de schroeven de plastic niet helemaal opdraaien. Wat er dus hier gebeurt is dat als je geen duct tape doet, dat die dan helemaal oprolt. Hier zat net geen duct tape meer. En dat oprollen, dat zorgt ervoor dat de plaat niet helemaal tegen de muur aankomt. Hier kun je zien wat het dan doet. Het trekt het helemaal stuk. En dan gaat het helemaal opkroppen achter de gipsplaat. En dan krijg je de gipsplaat nooit strak tegen de MDF. Dat dus. Nou is hij lager dan die. Een tikje. Kijk. Een centimeter. Oh, maar wacht. Oh, wacht eventjes. Nee, ik snap het ook al. Deze, die zit verder naar achteren. Die werkt heel anders. Deze bumpstop die draagt hierop, op dit stuk. En die andere bumpstop draagt daarop. Dus dan is dat natuurlijk
Dan kan ik beter zo meten, denk ik. Gewoon recht naar boven. Dat is 13. En dat is 13. Dus dit is hetzelfde. Ik was aan het meten van deze naar het eerste gat. Zo. Maar die bumpstops zijn verschillend. Deze is met zo'n rubberen ding. Ja, ze hebben natuurlijk, de draagarmpjes zijn universeel. Die kun je op alle posities zetten. Alleen bij de voorste, daar hadden ze natuurlijk meer ruimte. Hè? Omdat dat bovenste part van die rubs ligt nou hier. Dus hier hadden ze veel ruimte om een mooie luxe bumpstop te maken. Met zo'n groot rubberen blok en zo erin. En die draagt dan hier bovenop het draagarmpje. Maar hier moesten ze wel heel compact gaan natuurlijk, omdat hier die rups, ja, die is heel laag. Dus hier hebben ze een heel slank dingetje gemaakt. Kijk, ze konden zelfs niet eens meer gewone boutjes gebruiken daar. Hebben ze daar van die verzonken koppen ingezet, omdat die helemaal flush moet liggen met het oppervlak, omdat die rups daar strak langs loopt. En hier hebben ze zo'n armpje gemaakt dat dan op dat schoteltje draagt. Oké, goed. Nou, dan ben ik blij. Ik was al even bang dat ik die buis er verdraaid in had gelast of zo. Dat we het daarom niet hetzelfde konden stellen misschien. Maar dat is niet aan de hand. Zo. Ik heb nog even een video gekeken. Hoe dat die zat, hè. Kijk. Ik denk dat we zo goed zitten. Hier, Ivo, wat denk jij? Kijk. Dit armpje zweeft nu op dit moment. Dat is de achterkant. Ja, dat is de achterkant. Kijk, zie je? Ja. Dan zie je die slanke bumpstop. Kijk, oh, je ziet trouwens ook die, kijk. Hier heb je die slanke, zie je dat? Ja. En daar heb je die met die rubberen blok. Ja, inderdaad. Maar daar krijgen we morgen boutjes voor binnen. Dus die kan ik nou nog niet monteren, helaas. Maar we kunnen wel heel de draagarmen afwerken, dus dat is goed. Kijk eens. Dan moet hij naar die 13. Op zich is het goed. Ik denk dat die goed is. Kijken. Ja, is goed. 13. Ziet er beter uit. Jazeker. Nou, staat hij keurig op al zijn armpjes. Ja, hierachter steunt hij eigenlijk nauwelijks, hè. Komt omdat hij daar natuurlijk nou hoger staat. Hij staat op een drempeltje. Ja, stond hij lekker met mijn hand in mijn zak. Met een bak koffie te kijken hoe Leon aan het werk is. Ah, dat doet hij goed. Kijk dan. Ja, de schakelaar er ook al ingemaakt. Ja, de voorbereiding voor de schakelaar. Kijk, ja, geweldig. Ja, dit was voornaam dat hier die gipsplaten tegen zouden komen vandaag. Omdat ze dan morgen daar de airco unit eraan kunnen knutselen. Ja, dat is mooi. Wow. Dat is mooi. Hoe gaat het met die leidingen? Oh, die leidingen gaan boven het plafond misschien en dan naar buiten. Naar de wc. Oh ja. En daardoor komt het plafond wat lager, want hier moet nog het plafond komen. Ja, ja. En het heeft een afschot van 5 centimeter nodig. Ja. En dan hangen we hem precies op dat we tussen de balklagen in blijven hiernaast. Ja, nou ja, goed. Nee, ik wou zeggen, want als die leidingen zo daar weg zouden gaan misschien, dan had je daar misschien ook al iets voor moeten doen. Al één klein stukje al was het maar. Maar dat is dus niet aan de orde. Nee, dat is ook niet. We zijn blij met jou, Leon. Ja, dat meen ik echt. Dat meen ik serieus. We zijn echt blij met jou. Ja, ja. Geweldig. Want nou gaat dit werk tenminste ook door. Ja. Even maar liggen. En achter jou is ook al een stukje gebeurd. Mm-hmm. Daar was ik vanmorgen mee begonnen. Ja. Want dat was... Ja, het lijkt alsof ik overal door elkaar werk. Maar dat was de bedoeling dat ik 2 pakken isolatie leeg maakte, zodat ik hier ruimte had. Sta ik hier weer ruimte om naar het volgende bezig te gaan. Want alle materialen liggen hier. Dus de gipsplaat ligt hier, de isolatie ligt hier. Dus moet je een beetje werken waar je mee het materiaal opmaakt, zodat je aan het volgende kan beginnen. Ja, ja, inderdaad, ja. Het soort ook een soort van planning, ja. Puzzeltje. Ja, goed. Ja, ja, Ivo. Ja. Lekker warm hokje, jongen. Oh. Om kou leien, anders. Zin nou, kijk weer dadelijk een nare comments. Gaan ze zeggen dat ik jou in de zeik neem dat je koud hebt. Hè? Ja, ja, is dat zo? Kan echt niet. Ja. Mensen vonden dat niet fijn. Echt, ja, tenminste, er was één iemand die dat niet fijn vond. Maar dat was echt gewoon een grapje. Want Ivo zegt ook altijd dat hij het koud heeft. Ja, dat klopt. Want dan is het buiten 20 graden en dan gaat Ivo de kachel aanmaken. Want anders heeft hij het koud. Maar degene... Is gewoon bij iemand in het verkeerde keel gehad. Of wat? Zo een beetje. Ja, dat meteen weer niet goed. Maar de 2 kamers die je hebt zijn allebei koukleumen. Nou, dat valt wel mee, toch? Nou, je had toen 3 jassen aan in de winter.
Ja, tuurlijk. Ja, dan wel. Nou, drie jassen. Maar het is ook wel, als je daar stil zit, dan krijg je te koud hoor. Dat is gewoon dat is niks. Inderdaad. En vooral je handen. Want je kunt ook niet je handen gewoon in je mouwen doen of zo, want dan kun je de computer niet bedienen. Dus echt dan, als je stil zit, krijg je zo koud. Maar ja, dat is door Leon nou bijna verleden tijd, hè? Ja. Inderdaad. God, nog eventjes en dan... Ja, geweldig hoor. En dan kunnen we het straks gaan inrichten, dat wordt pas leuk. Ja. Infrastructuurtje aanleggen hier. Infrastructuur. Kijk, eigenlijk al deze vierkantjes zijn internetpoorten. Ja. Dus daar hebben we daar een internetpoort, daar en hier. Dus en dan doen we daar switches tussen en dan kunnen we allemaal op netwerk dan. Nee, want alle kabels gaan naar een patchkast. En daar wordt het dan weer verdeeld. Dus iedere twee, je hebt hier twee punten voor twee computers. Eigenlijk straks heb je hier een mogelijkheid voor een bureau, hier en hier. En dan krijg je stopcontacten. De halve C'tjes met een streepje eronder, dat zijn de stopcontacten. En dat zit dan, daar zit de NAS ook aan vast dan? Dat weet ik niet precies hoe dat zit. Dat moet je weer een ICT'er vragen. Ik hou me bij het simpele. Ja, oké. En de X'tjes met een B zijn alle spotjes die erin komen. Ja. Twee voor de keuken. En dan hier is het toilet. Ik zie het al. Dit is het toilet. Hier komt ook een spotje. En hier komt een spotje. En dan de A betekent dat schakelaar A schakelt die. En hier is de schakelaar C en die schakelt die. En hier is het schakelaar B. Dat is de dimmer. Die schakelt alle beetjes. Ja. En hier het keukenblokje ook, hè? Ja, hier komen vier stopcontacten. Er was al een nieuwe deur ook onderweg, begreep ik. Ja. Check. Voor daartussen. Stelt. Lekker, mooi. De keuken is ook onderweg, of ja, vanavond. Ja, die moet ook besteld worden. En dit is de meterkast dan? Ja, en hier zit ook een schakelaar, die heb ik ook meegenomen met schakelaar. En die was geschakeld met D. Oh, er kwam zelfs een beetje stof vanaf. Nou, mooi. Ja, zeker. Laat hem niet verder van zijn werk afhouden. Ik ga ook gauw weer wat doen. Dat zijn wel dingen die we vergeten zijn, hè. Hij is ogen. Dat we er eigenlijk wel aan moeten zitten. Maar ja, die kunnen er natuurlijk nog aan. Kunnen we er ook gewoon aanlassen als het ding straks klaar is. Maakt niet uit, dan kwasten we gewoon even de stukken bij waar we gelast hebben. Netjes bij elkaar. Dit is goed. Zeg nog, dan kunnen we beter nog hier boren, want dan kan hij dadelijk op zijn draagarmpje staan. Dan zit hij lekker op goede werkhoogte om te boren en dan staat hij stabiel. Dan ligt hij ook allemaal niet zo te slingeren. Mooi. Zo. Even de paspennetjes opschuren natuurlijk, hè. Krijgen we dat niet fijn gemonteerd dadelijk. De verf eruit poetsen. Zo, dat past waarschijnlijk weer wel nu. Yeah. Ja, dat zou voldoende moeten zijn. Yes. Dat gaat allemaal voortreffelijk. En die ringen erop aan de andere kant. We zeggen de tape is net te veel, maar toch niet. Zie je wat ik hier heb? Gewoon Engelse inbussleutels, ja. Heb ik gewoon een setje. Ja, dat past een stuk beter. Zo. Oh nee, de boutjes zijn nog een beetje viezig. Oh, ja. Doe het wel. Oeh, maar die pak nog niet. Maar dan moet hij daar omhoog een beetje.
eerst aan de andere kant even iets erin zetten. Zo. Yes. Dat is beter. Ja, ja. Ja, ja. Het begint weer echt te lijken, hè. Van de boven ziet het er ook mooi uit. Ja, zeker. Vanaf hier ook, hoor. Het is echt een feestje, dit. Geen pakkingen meer ertussen gezet, want dat is nou niet nodig, hè. Het is toch geen amfibi meer. Oorspronkelijk zaten daar pakkingen tussen en O-ringen. Die voorkwamen natuurlijk dat het water daar naar binnen komt. Met O-ring. Daar is de O-ring. Nou, we laten die O-ring er dan maar gewoon uithalen. Nou, trouwens, hij knipt hem al af, dat is ook goed. Deze ook gewoon even op moeten schuren van binnen. Poets de verf er gewoon af. Hè? Nou, kijk eens. Nou gaat het wel. Jee, dat past wel hoor. Die gaat een beetje scheef volgens mij. Kan omdat hij nog een beetje. Een beetje omhoog moet. Hup. Dat was hem al. Very nice. Oké, alleen deze flens nog even op zijn plek schroeven dan. Het zijn niet zo'n frisse boutjes die ik er terug in draai, maar ik had even gekeken wat die UNC immersbouten kosten en dan waren ze al niet eens die goede lengte. En toen heb ik daarna de bank gebeld voor een hypotheek, maar die wilden ze geen meer verstrekken, dus ik gebruik mijn oude boutjes maar opnieuw. Oké, dat zit ook vast. Helemaal goed. Dan laten we dan verder gaan met de draagarmen. De rest van die bouten, dat komt later wel. Dat doe ik vanavond, dan spuit ik er gelijk grondverf overheen. Oh nee, grondverf over de zwarte lak. Yo, check, doen we. Yo. Oh, nou lekker, ga daar maar liggen, ja. Het is goed bedoeld, het spul, maar het spul is alleen een beetje bros, geloof ik. Dat is denk ik ooit soepeler. Dit valt er allemaal af, wedden. Als dat ding straks begint hier, dit heeft helemaal geen zin, joh. Hier. Ja, lekker. Yo. Deze is helemaal krakelee. Die andere zat er iets beter op, had ik de indruk. Oh, wacht eventjes. Hij kan er nog niet in. Ik zie nog iets. We moeten er even met een doekje doorheen gaan ook. Hoppa. Kijken hoe het pijltje zit, hè. Dat hij in de richting, de werkrichting van de veren staat. Zo. Hou je troepen gewoon af. Beter dat die troep eraf is, want dat spul zit aan de staak toch alleen maar los en dan gaat het daar onder liggen rotten. Komt ie. Ziezo. Ja, dit is nog een interessant dingetje om te vermelden. Ik zag daar wel wat comments over namelijk. Over die aandrijfassen. Dat die kruisjes in lijn moesten liggen. En ik was eigenlijk ook altijd in veronderstelling dat het zo is. Maar kijk deze. Die kunnen eigenlijk niet uit elkaar. Er zit dan wel een schuifstuk. Maar je kunt hem eigenlijk niet uit elkaar schuiven. En deze, je ziet het. Deze zijn, die zitten toch een slagje verdraaid. En dat is bij alle aandrijfasjes zo. Dus het is niet zozeer dat ze er eentje per ongeluk in elkaar gezet hebben verkeerd, hoor. Maar ze zijn allemaal zo. Daar ergens lag er nog één. Oh, die hangt er nog in natuurlijk. Ja, deze, dat is natuurlijk diegene, de aandrijfas in kwestie. Kijk, en die zit ook ja, die zijn ook niet uitgelijnd, die twee kruiskoppelingen. Dus ik denk dat het gewoon standaard zo is bij je ding. Ja, het is eigenaardig. Ik zag het in de comments voorbij komen en ik denk, hé, dat is eigenlijk wel zo. Dus ik probeerde deze uit elkaar te schuiven en dat ging niet. Ik dacht van, dan laat ook maar. En toen zag ik die en dan denk ik, oh, maar die is ook zo. Dus ik denk dat het zo hoort. Kijk genoeg. Even de kopjes stralen, dan kunnen ze het niet.
Dat is een feestje. Dat is een ijzer draadje wat gewoon los zit. Een beetje vet op de o-ring. Zo. Zo. Oeh, kijk hier dan. Oh. Even een stuk schuurlint erbij pakken, want deze is heel erg. Zie je dat? Inderdaad. Oh. Die ziet eruit. Dat is niet zo fris. Eens even denken. Even die verrotte o-ring eruit halen. Hier hebben we nieuwe voor. Hopsa. Hij heeft lang stilgestaan. Hè? Je ziet precies die roestsporen van het. Dat zijn de smeergroeven van het glijlager. Er zat duidelijk geen vet meer in. Als het nou een kruktap was, dan had ik er zo mijn twijfels over. Maar voor een glijlager van een draagarm zal het pas wel goed komen. Als er genoeg vet in zit, dan. Draait dan wel. Die kan erop. Dit moet ongeveer zijn, hè? De hoek. Zoiets. Nou, is het nou? Dat is te laag. Hij moet één tandje erbij hebben. Ach, nou is onze. Ja, nou is die kant helemaal opgeschoven. Stom ding. Even meten wat ongeveer 13 is. Zoiets. Ongeveer daar ergens. Dan zou dit er moeten zijn. 15 is hij dan. Ja, zou dat goed zijn? Ik denk niet dat we 13 halen dan. Oh joh, hij zit aan de verkeerde kant. Hij moet naar die kant. Dan krijgen we misschien wel op die 13 centimeter. Laten we proberen. Hij gaat wel heel erg uit balans nu. Ja, dat maakt hoor, dat maakt niet zoveel uit. Ja, nu helpt de zwaartekracht me natuurlijk niet echt mee. Ja, mijn zak er heel hard uit nou. Dat is vervelend. Dat is te hoog. 16. Maar laten we eerst van de andere kant misschien even erin opschuiven. Want dit is wel echt heel irritant dat het ding helemaal scheef gaat liggen de hele tijd. Hupsa. Kijk, daar zo. Lijkt me een beetje te laag. Even meten. Ja, het is te laag. Eén tandje erbij. Dit lijkt me weer wel veel. Maar ja, hij mag het hier wel hebben misschien. 16 is hij dan. Ja, het motorblok ligt hier ook op, hè. Wat dat betreft is het misschien niet zo erg. Laat hem zomaar eens even zitten. Is een beetje aan de hoge kant deze, maar ja. Zo, eens kijken of die andere weer op frits krijgen dan. Huppatee. Komt die dan, hè? Mag ik een peen halen? Nee, dat hoeft niet. Oh, wacht, die o-ring die heeft meer zin om zijn eigen kapot te laten snijden dan dat hij op zijn plek gaat. Hups. Het is hem. Even kijken, ongeveer. De tossieveer komt eruit, of niet? Ja. Ja, de achterkant. Moet ik hem tegenhouden hier? Ja, even een paar kloppen met de hamer, denk ik. Even terugkloppen. Deze is goed. 14, niks meer aan doen. Behalve dan even vastschroeven. Boutje erin en dan is die ook klaar. Hoppatee. Ja, wat vinden jullie ervan, jongens? Ja, is het mooi? Wel, hè? Ziezo. Zo. Ik moet hem even in de hoek te zetten. Of iets. Deze kant is precies 13. Dan moet die andere kant dat eigenlijk ook kunnen. Maar dat kijken we straks wel. Zo, nou nog eentje daar. Zit er allemaal op, kunnen we hem terug op de grond zetten. Kom daar even. Oh, de o-ring. Nou, dat lukt wel, maar. Kijk eens, hebben, daar gaat hij. Dat is goed. Oké, ongeveer. Ik denk dat hem dat is. Even een keertje meten. Ja.
meteen nog een geslagen aandrijving. Dat kwam niet deze kant op. Ja, maar hij, deze trekt hem dadelijk naar binnen, let maar op. Ja. Ik heb beleid toen, even kijken naar het goed gaat. Daar. Hier begint hij al te steunen, denk ik. Ja, dat is goed. Dat gaat ook wel, denk ik, of niet, Leon? Ja, ik heb deze eronder gelegd nu. Ja. Deze is er nog niet, dus. Pas op, hoor, geen vingers erbij. Nee. Maar met die trekhaak gaat het ook, of misschien niet dadelijk eronder? Nee, dat gaat. Ja, denk ik net langs. Ja, dat gaat goed. Deze vliegt ook goed. Oh, hier is toch nog een grote blok. Ik doe wel met dit even. Oh ja, dat is ook wel. De vingers. Hupsa! Nou zeg. Dat is wel een mooi moment, hè. Een mooie mijlpaal om deze vlog af te sluiten, denk ik dan. Ja, mooi. Hoe is het bij jou nog gegaan eigenlijk, Leon? Want we hebben bij jou niet meer gekeken net, hè? Nee, ja, eigenlijk is het hetzelfde als straks. Ik heb nog een kabel getrokken voor de warmteunit die morgen komt. Oh, dat zeker? Ja, vandaag. Ja, ja. En ook vandaag. Dus allebei de kabels liggen en morgen de meterkast aansluiten. En dan kan het aangesloten worden. Hé, hey, dat is mooi. Ja, morgen komen ze de airco plaatsen. Ja, dat is mooi. Dan hebben we daar ook verwarming in het kantoor. Dus ja, dat is lekker, hè? Ja, Tom. Ja, opeens komt Tom tevoorschijn. Helemaal heel de video eigenlijk niet gezien. Of, ja, dat weet ik niet. Stond Tom al in de video. Ja, toen we er bij Leon waren. Ja, mensen vragen zich nou af, wat doet Tom nou weer? Ja, Tom is natuurlijk bezig met de video's voor het Master Milo kanaal. Ja. Ja, de oplettende kijkers zullen wel gezien hebben dat we daar ook weer wat video's aan het uploaden zijn. Dus ja, dat is Tom zijn verdienste. Dan gaan we consequent proberen zoveel mogelijk te blijven uploaden. Hè? Ja, of ja. In ieder geval zoveel mogelijk alles wat leuk genoeg is. Voor dat zou goed zijn. Misschien moeten we een poll plaatsen ergens. Welke, ja, kijk, de werkplaatsvlogvolgers, die weten natuurlijk precies wat er allemaal gebeurd is de afgelopen tijd. En die zien misschien ook wel dingen en zeggen ze, oh, hier moet je eigenlijk echt een samenvatting van maken. In de zin van een Master Milo video. Ik zou zeggen, zet het dan even in de comments natuurlijk. Ja. Ja. En er komt ook een poll voor een compilatievideo, toch? Ja, gaan we dat al, dat gaan we al bekendmaken dan nu. Nou ja, daar kunnen al mensen al na gaan denken. We gaan het lang op plaatsen. Nou, dat is goed. Wat we gaan doen is, aan het einde van het jaar wil ik graag een grote compilatie maken vanaf eigenlijk begin 2020. Volgens mij als ik het goed, ik weet de vlog niet meer dat we toen waren, weet ik niet precies meer. Maar in ieder geval dus vanaf begin 2022 tot nu gaan we een hele grote compilatie maken van alle leuke, mooie, spectaculaire, memorabele, noem het allemaal maar op. Alle leuke momenten willen we allemaal achter elkaar zetten. Omdat het mij natuurlijk niet echt zo kost wel heel veel tijd om dat allemaal te gaan uitzoeken. Had ik bedacht om een website in ieder geval de lucht in te zetten waarom dat jullie kijkers dus ook kunnen stemmen op bepaalde momenten. Of in ieder geval stemmen, dan kunnen jullie een bepaald moment achterlaten met de timestamp van welke video dat het dan in zit. Ja, dan kunnen jullie mij dus eigenlijk een beetje meehelpen met het maken van een hele grote compilatie met allerlei hele toffe momenten. Dus ja, dat eigenlijk. Dat gaan we doen. Ja, dat wordt natuurlijk hartstikke tof. Ja, tegen de tijd dat die site in de lucht is, dan gaan we natuurlijk zeggen. En dan, maar tot die tijd kunnen jullie vast natuurlijk nadenken. Ja. Over welk moment niet mag ontbreken volgens jou. En dat kan van alles zijn. Hè? Dat is juist eigenlijk hetgene bedoeld op wat jij leuk vindt. Wat jij leuk vindt kun je daarin achterlaten. En waarschijnlijk komt het dan in de grote compilatie weer terug. Dus denk alvast maar na over allerlei momenten die in de vlogs voorbij zijn gekomen. Waarvan dat je dacht, nou dat vond ik nou echt leuk. Of dat heb ik nou echt onthouden. Want die willen we er allemaal in verwerken. Ja. Helemaal goed. Hey. En dan was het voor vandaag. Dus, ik zou zeggen, jullie hartstikke bedankt voor de gezelligheid en de hulp vandaag natuurlijk. Ja. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Hey.